Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb hier een pakket. En dit is niet zomaar een pakket. Guts & Gusto heeft me namelijk een verrassingspakket opgestuurd. Ik heb werkelijk geen idee wat erin zit. Jullie gaan samen met mij ontdekken wat voor items hier allemaal in zitten. En als we dat weten, ga ik met mezelf de challenge aan om met deze items leuke outfitcombinaties te maken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dus mocht je benieuwd zijn naar de inhoud en wat voor outfits hieruit komen, kijk dan vooral verder. Naast dat ik nu super blij ben, kan ik jullie ook heel erg blij maken. Want ik heb een kortingscode kunnen regelen. Die zal ik hieronder in de beschrijving zetten. Mocht je zelf ook wat nieuwe items nodig hebben. Oké. Ik ben benieuwd. Ten eerste. Dit is zo cute. Ze hebben een persoonlijk berichtje bij gedaan. Namelijk, hoi Sabrina. Heel veel plezier van je bestelling. Guts & Gusto. Kijk, wat een cutie. Laten we gewoon gelijk gaan kijken wat hierin zit. Cute. Dit is een zwart tasje. En zulke tasjes kan je echt makkelijk met van alles en nog wat combineren. Dus dit komt zeker goed van pas. Het tasje is helemaal ready to use. We gaan op naar het volgende. Dit is ook weer zo schattig. Dit zijn twee accessoires. We hebben hier een sjaaltje. Ik zie de laatste tijd best wel vaak sjaaltjes en haaraccessoires op het internet voorbij komen. Dus ik neem aan dat dat een trend is. Dit kan je gebruiken als haarband, denk ik, of gewoon als een sjaaltje. Nice. En dan hebben we hier een riem. Riemen komen altijd van pas. En deze riem heeft een slangenprint. En hij heeft hier een goud detail. Nog een persoonlijk berichtje. Ik heb hier een kaart. Die overigens heel erg cute is. En er staat nogmaals, lieve Sabrina, heel veel plezier van je nieuwe items. Cute. Heel cute. Ik gok, kleine gok, dat hier een paar schoenen in zitten. Mocht ik ooit in de toekomst ook een webshop starten, dan ga ik ook ervoor zorgen dat mijn verpakkingen onfleek zijn. Ik word hier zo blij van. Dit zijn loafers. En ik heb nog nooit loafers gehad. Of zulke soort schoenen. Ik ben benieuwd of ik het wat vind. En ik ben benieuwd of het überhaupt lekker zit. En hoe ik het ga combineren. Want ja, als ik iets nog nooit heb gehad, weet ik ook niet wat er leuk mee staat. Nou, we hebben schoentjes. Eén nadeel is dat ze wit zijn. Maar dit is wel een goede test om ze wit te laten houden. En dan zit er in de grote zak nog een wat kleinere grote zak. En ik hoop dat hier wat kledingstukken in zitten. Jee. Oké, dit is aardig wat. Laten we even kijken wat we hier allemaal hebben. Want dan kunnen we even een beter beeld krijgen. Oh, we hebben hier een jurkje. En wat me gelijk opvalt is dat er een riempje bij zit. Ja, je kan het met dit riempje combineren of met deze of een andere riem. Maar ik ben heel benieuwd of deze kleur me überhaupt leuk staat. En of die lekker zit. Ik wil oprecht soort van gaan overstappen naar jurkjes. Want ik weet niet, ik leefde heel erg in broeken. Maar ik merk dat ik toch niet tevreden ben met de broeken die ik koop. Dan zitten ze weer te strak en nee. Ik heb er gewoon te veel struggles mee. Dus een oplossing daarvoor is om jurken te dragen. Dus we zullen zien of een jurk me gaat staan. Dan hebben we hier een kleurrijk blouseje. Hij is heel licht paars. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Over het algemeen ben ik niet echt een persoon die heel veel kleurrijke dingen draagt. Maar ja, we kunnen er verandering in gaan brengen. Ja, blouses zijn altijd wel goed. En ik zie hier gelijk een rokje. En misschien is dit wel leuk te combineren. Niet per se iets wat ik snel zou dragen, maar misschien kan het wel leuk staan. En hier hebben we ook een luipaardprintje. En ik merk gelijk dat dit rokje heel erg dun is. Dus dat is heel erg ideaal als het warm weer is. Want echt, als straks de zomer eraan komt, wil ik het liefst geen kleding dragen. Of nou ja, hele luchtige kleding. Dus ik denk dat dit dan heel goed van pas komt. En dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste item. En dat is
dit jasje. Of nou ja, colbertje. En ik weet gewoon zelf dat ik de laatste tijd best wel vaak colbertjes draag. Dus dit past sowieso in mijn garderobe. Misschien is het ook wel leuk om dit met elkaar te stylen. I don't know. Ik ga even mijn kast induiken om wat losse items nog bij elkaar te pakken. En dan ga ik het uiteindelijke resultaat, dus ja, de uiteindelijke outfits met jullie delen. Dit is de eerste look. Ik heb er zelf nog niks aan toegevoegd. Het is gewoon de complete jurk met het riempje die erbij hoorde. Ik heb geen schoenen aan op dit moment. Ik ben benieuwd hoe het met deze schoenen zal staan. Qua kleur zou het op zich wel kunnen. Maar om eerlijk te zijn heb ik niet echt schoenen die bij deze jurk zouden passen. Ik zou denk ik zo'n jurk gewoon met sneakers combineren. Omdat ik altijd sneakers draag. En echt bijna nooit hakken. Het zou kunnen. Deze combi. Het is niet het meest ideale. Ik vind het wel cute. Oké, we gaan gewoon gelijk die andere riem gebruiken. Ik denk dat ik het zelf een stuk leuker vind met deze riem. Oké, dan gaan we op naar het volgende lookje. Dit is niet per se. Oh, dit op zich. Op zich kan dit ook. Ik dacht dat het heel lelijk zou staan. Ik zou deze rok heel simpel combineren met een zwart shirtje. Maar dit vind ik wel heel erg cute. Ik voel me hier ook wel heel erg comfortabel in. Dus dat is heel erg fijn. En deze look zou ik ook weer combineren met witte sneakers. Want ja, ik ben een sneakerpersoon. Of zwarte korte laarsjes. En gek genoeg denk ik ook wel dat dit weer erbij past. Deze hakjes vind ik er ook wel leuk bij passen. Of gewoon simpele witte sneakers. Oh, misschien dat deze combi ook nog kan. Het is gewoon een kwestie van uitproberen. Ik heb de band van de rok ook even iets hoger getrokken. Maar ik denk dat het idee wel leuk kon zijn. Maar de uitvoering is gewoon iets minder. Als deze blazer iets korter was, dan denk ik dat hij iets leuker stond met deze combi. Zeg maar als hij tot zover kwam. De combi zou eventueel kunnen, maar het is niet per se iets waar je mij in zult zien. Dan draag ik het liever op deze manier. Wat hier wel bij heel erg leuk is, is dit tasje. Ja, dit is gewoon meer een Sabrina outfit dan met een blazer die nog overheen. Anders wordt het too much voor mij. Maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik hier heel erg tevreden over ben. Op dit moment kan ik eigenlijk niet zoveel met mijn haar, want het is zo ontzettend vettig. Maar ik vind het wel leuk om dit sjaaltje als haarband te gebruiken. Ik voel me gewoon op de een of andere manier heel schattig met dat ding in mijn haar. Dit is ook wel echt een outfit waar je mij heel snel in zou zien. All black is sowieso wel goed. Ik heb een flared broek aan. En dan dacht ik dat ik misschien iets met het riempje kan doen. Ik vind eigenlijk dit gedeelte van mijn broek niet echt mooi. Het idee was dus om hem op deze manier dicht te doen. Ik vond nog een andere flared broek die ook van Goods & Gusto is. Die ik afgelopen winter van hen had ontvangen. Dus ik ga even van broek switchen. Ik denk dat dit wel het idee is wat ik in mijn gedachten had. En omdat we toch bijna all black hebben, kunnen we dit tasje er ook mooi bij doen. Oh. Ik kan eventueel ook kiezen om even deze niet te gaan gebruiken. En het dan gewoon op deze manier te dragen. Best wel basic, maar wel heel erg netjes. En deze outfit zou ik dan combineren met zwarte laarsjes. Deze draag ik echt elke keer met liefde. Ze zijn echt toe aan vervanging, want ik draag ze bijna naast mijn witte schoenen elke dag. Deze zijn ook van Kids & Gusto. Love hun, echt. Je merkt dat ik er een hele grote fan van ben. Ja. Yeah. Zo, dat was dan mijn Goods & Gusto unboxing, shoplog en soort van outfit challenge. Ik vind dat de outfits best wel leuk zijn geworden. Natuurlijk kan je oneindig doorgaan met combineren. Maar dan wordt deze video ook mega lang. Maar ik vind dat ik het best wel goed heb gedaan. En dat ik er zelf ook best wel veel inspiratie van heb gekregen. En ik heb nu ook mega veel zin om bijvoorbeeld met dit rokje te gaan experimenteren. Kijken wat ik ermee kan doen. Kijken wat voor bovenstukken ik erop kan doen. Om het toch wel wat leuker te maken. Ik ben ook zeker benieuwd wat jouw favoriete item uit deze shoplog was.
En welke outfitcombinatie jij het snelst zou dragen. Natuurlijk wil ik Guts & Gusto bedanken voor deze hele leuke samenwerking. En dan wil ik jou bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!